Welkom bij Vista Day Snacks, jouw weekly Wednesday vistips. Veel mensen vragen zich af wat nou de toegevoegde waarde is van geur- en smaakstoffen in aasjes. De meningen zijn daar nogal over verdeeld. En daarom willen wij onze ongezouten mening over dit onderwerp geven. Je hebt natuurlijk hartstikke veel verschillende technieken. Je hebt technieken waar je heel snel mee vist, zoals vis met een jig head, pluggen, dat soort aasjes. En dan heb je technieken waar je heel traag mee vist, meer finesse technieken zoals een Carolina rig, een net rig, een Jika, noem maar op. Technieken waar je heel traag mee vist, die lang in die strike zone van die vis hangen. Wij zijn van mening dat voor die eerste techniek, dus die techniek waar je snel vist met softbaits, een geurstof weinig toegevoegde waarde heeft. In elk geval niet om die vis te laten toehappen. Bij het vissen met een Carolina rig, waar die vis alle tijd heeft om jouw aasje te bekijken, kan zo'n geurstof kan natuurlijk wel van toegevoegde waarde zijn. Die vis die blijft daar een beetje boven hangen en die ruikt dat geurtje. Dat ruikt natuurlijk of dat heeft een aantrekkelijke werking. Waardoor die vis eerder kan besluiten om dat aasje te pakken. Nou, dat is het eerste aspect. En daarom zouden wij dus dat niet snel gebruiken op een aasje wat je heel snel vist. Maar het tweede aspect is het vasthouden van het aas. Een vis die een aasje pakt wat vervolgens gewoon naar rubber smaakt of naar iets heel onnatuurlijks, spuug dat sneller uit dan een aasje wat echt een lekkere smaak heeft. Dus een natuurlijke smaak of een bepaalde zout erin. Vooral dat zout kan heel goed werken. Dus als een vis dat aasje pakt en misschien nog maar een halve seconde langer vast te houden dan zonder geurstof, dan kan dat natuurlijk echt in jouw voordeel werken. Dan kan je gewoon meer aanbeten raakzaam. Dus misschien krijg je niet per se altijd meer aanbeten door je geurstof en smaakstoffen. Het kan wel zorgen dat jouw hook-up ratio, zo noemen ze dat, dat die hoger uitkomt. Dus dat je gewoon meer aanbeten raak slaat. Wanneer passen wij dat naartoe? Voornamelijk als we met een Carolina rig vissen op een druk beviste stack. Je merkt dat vaak aan aanbeten dat je gewoon een losse tik op je top krijgt. En dan wacht je tot die vis ermee wegloopt. Maar dat gebeurt niet. Hij heeft hem uitgespuugd. Hij is weggezwommen. Op die momenten dat je losse aanbeten krijgt of veel aanbeten mislaat, gebruiken wij graag een geurstof. Zoals deze heel veel aasjes hebben tegenwoordig zelf al een geurstof erin. En dan denken wij dat het echt van meerwaarde is.